Welkom bij een nieuwe weekvlog. Doe vast een duimpje omhoog of je plezier bekijken. Gaat het even. Applaus voor Kim, jongens. Goed gedaan. Je gaat rijden. Ja? Je gaat rijden. Ja. Nou, lekker. Zal het park leuk vinden? Ja. Ik ben alleen vervelend. Dus dan moet ik hem nu heel stout vastzetten. Oeh. Wat deze vervelend dan? Nou, ik mag haar niet borstelen. Mag wel. Gewoon een snoepje geven als ze stilstaat. Ja. Gaat ze rondjes dan? Tutti. Staan, hè? Ja? Heb je een bed hair day? Het is vandaag zondag en ik weet niet, ja, je ziet het hier. Ik heb vannacht geslapen. Ja, dat doe ik iedere avond. Maar ik heb met eyeliner heb ik op mijn arm Bella geschreven. En hier, hier is Verona. Dus hier Bella of andersom. En hier hoi. Alleen ik heb vannacht blijkbaar zo geslapen. Dus ik heb Alep of Bella op mijn hoofd staan. Ik weet niet wat ik daarvan vind, maar mijn vader die begon ineens Alep tegen me te zeggen. En toen dacht ik van wat is er aan de hand? En toen had ik blijkbaar dit op mijn hoofd en ik krijg er niet heel goed af met water. Misschien moet ik make-up remover gebruiken. Maar ik ga vandaag weer rijden. Ik ga buiten rijden, want het is echt heel erg warm. Ik weet niet wat er ineens is gebeurd, want volgens mij was het 2 weken geleden nog -2. Het is nu 15 graden, dus dat is 17 graden warmer. En dat is ineens Maar ik ben er wel heel blij mee. Dus ik zie jullie bij het rijden, denk ik. Oh, dat is ook nog jong. Hoe jonger dan jij? Het is een broertje. Is dat je broertje? Ja? Je zus, hoe oud is die? Oh, 17 is ook alweer oud. Ik wil toch nog 1 keer je moeder weten. In deze oor? Nee, in de oor. Oh, ook een mooie leeftijd. Ja. Zo, het is prachtig weer. Kijk maar, zonnetje. Daar. En ik heb tut 1 en tut 2 eventjes in de paddock staan. Kunnen ze even lekker rollen en hun ding doen. Morgen al gereden door Kimmetje, dus dat is heel fijn. Mijn kaak laat het nog niet toe dat ik weer ga rijden, dus Kim rijdt nog even Verona. En dan, oh, ik zal uit de zon gaan. Dan zien jullie ook wat. En dan hoop ik dat ik over een week of zo er toch wel weer een keertje op kan. Volgens mij heeft Verona ergens zweet, kijk maar. Ze loopt weg. Even rollen. Het zien? Ik zal even inzoomen. Misschien helpt het. Volgens mij moet ik er nog maar even een borsteltje overheen halen.
Nou, Tess heeft vandaag de hele bak voor zich alleen. Het heeft zo zijn voordelen op zondagmiddag. Lekker hoor. Het is buiten net te winderig, vindt ze. Nou, het is een beetje donker geworden. Dus ja, dan is het lastiger. Wat zegt u? Dat doen ze nog niet, want het is nog te licht, vinden ze. Ze vinden het nog te licht. Maar ik kan niet meer filmen, denk ik. Dus daar stop ik maar mee dan. Ben je lekker aan het rijden? Goed zo. Is er een door de bak aan het chasen? Ja, dit is vandaag de golfdag. En blijkbaar vindt ze het lekker. Nou, Fabienne zei ook dat ze gewoon ook zeker minimaal een kwartier geprobeerd heeft. Nou ja. Joh, als ze het lekker vinden. Niet mijn het moment is daar. Hoe zit een blauwtje erop? Het is voor het geluid, lieve schat. Huh? Het moment is daar. We zien kisten. De kisten met de frontriemen erin en de diamantjes. Wow. En als er geen roze diamantjes zijn, dan keer ik zo daar naar de deur. En dan ben ik weg. Ja. Oh, ja. Daar komen we. En hij is klaar. Kijk, jullie vragen je vast af, waarom is dit blauw en dit roze? Moet ik wel twee uitknippen of eentje? Nou, dat komt omdat deze Bella niet past. En ze hebben geen Shetlander mee. Dus, ik heb er voor mijn volgende twee gemaakt. Nee, Bella is niet te koop. Maar ik vind het toch wel heel erg leuk. Chili is ook bezig. Ja, super mooi. En dan moet je geen logo eerst uiteinden. Allemaal inzetten. Fenna ook. Voor Bonnie Batman. Daarvoor geel. En ik voor Adel, hè. En Evelien. Die probeert er eentje van een plaatje nou te maken. Dan plak je alleen die geen. Ja. En ik heb mijn eigen instinct gevolgd. Mooi, hè. Het is vandaag woensdag en ik ga weer in de springles. Niet weer, voor het eerst volgens mij toch? Ja, eerst, maar weer een keer op woensdag. Want dan zit ik nu met twee andere meiden, denk ik. Ik ben benieuwd en ik heb er heel veel zin in. Ik heb vandaag ook weer een nieuw pennypakket van mijn vader gekregen, omdat ik een goed rapport had. Dus yes! Ik heb één vliesteken gehad en een dag. Die vind ik heel erg leuk. Maar laten we nu maar even naar de beneden toe gaan. Dan moeten we alleen nog een stukje. Handen laag. Uitsteken. Mooi naar achter, handen laag. Klein iets met je kuit uitsteken. Zo ja. En ga nog weer door. Kom maar. Zo ja. Zo ja, en nu ga je rijden. Doe maar nog één keer gelijk. Activeren, ja, schoon. Hou je benen aan. Zo ja, en belonen. Zo ja, Ik heb voor het eerst in de groepsles gereden met springen. Dus met Evelien. Hoe was het, Evelien? Was het heel leuk. En? En met Naomi. Hoe was het, Naomi? Het was echt heel leuk. Ja? Ja. Dus, En ik vond het ook heel leuk. Nou, zwaaien maar, dames. Heel erg bedankt, Steve. Bedankt, Steve. Graag gedaan. Ik ben trots op jullie. Ja. Nou, zwaai maar even. Ja, wat gaan we nu doen? Opruimen. Okay. Nou, stappen. Opruimen, ze zijn gewoon een goede hoor. Wat heb je geleerd vandaag? Gewoon belangrijk. Wat
heb jij geleerd? Spreken. Ja, wat heb je geleerd voor oefening? Lang spreken. Oké, okay. En jij? Met mijn angst omgaan. Oh, nou, oké. Okay. Heel goed. We gaan vrijdag wat verder. Wij hebben ons uitgedaagd, dus ik kan niet opruimen. Sorry. Het is vandaag. Goed, is donderdag. En ik ga vandaag weer een keertje rijden vandaag. Meestal rijdt Kim. Maar vandaag moest zij ook gewoon rijden. Dus mag ik lekker billetje doen. Dan gaan we een beetje rustig aan doen. Gisteren in een Maleisische les. Een springles. Met Evelien en Naomi heb ik gesprongen. En daar is denk ik nog wel een beetje moe van. Dus vandaag lekker gewoon een beetje galopperen, een beetje draven, een beetje stappen, een beetje dingetjes oefenen. Maar vooral rustig. Ik heb vandaag mijn proefje geoefend. Nou, ik heb gekeken naar de tips van de bro. En die heb ik gevolgd. Zo heb ik stilstaan. Volgens mij lichtrijden, slangenfolten. Zulke dingen heb ik allemaal vandaag geoefend. Zaterdag ga ik het proefje zelf nog een keer oefenen. En dan hoop ik dat het zondag goed komt. Dus ik heb er zin in. Maar nu ga ik naar huis. Lekker slapen. Doeg! Het is vandaag vrijdag. En ik ben net uit het school. En ik heb vakantie. Nou, met Hea gaat het eigenlijk wel weer heel goed. Ze was natuurlijk zo aan het struikelen. En dat had verschillende redenen volgens mij. Want in de onderste drie halswervels die zaten geblokkeerd. Dus die heeft een osteopaat losgemaakt. En sindsdien merk ik wel dat ze weer heel erg fijn is. En wat de osteopaat ook wel heel erg aankaart was dat ze echt wel heel veel te zwaar is. En dat als ze zo dik blijft, dat ze dan een soort gewrichtsproblemen kan krijgen straks. Want ze heeft natuurlijk maar een soort dunne beentjes. En dan... we zijn dus heen aan het laten afvallen. Op zich, ik merk wel verschil, want eerst was de hals echt helemaal keihard. En nu is die wel een soort zacht al, dus we gaan er op die kant op. Ik ga zo in de springles bij Steve. Alleen nu is ik een fan aan mijn bed. Dan ga ik zo mijn bel. Hoe zin ik? Nu naast elkaar. Vandaag. Dat past er niet helemaal, voel je dat? Zo, ja, zeker. Allemaal naast elkaar. Kom. Uitsteken. Ja. Uitsteken. Ja. Kijken dat je mooi midden uitkomt. Handen laag. Met je been komen. Uitsteken. Dat is goed. Zonder dat die aardig gaat. Goed. Mooi midden aansturen. Kijk er tegenaan. Kom maar. Uitsteken. Ik heb vandaag springles gehad. Ik heb heel het parcoursje gedaan. Het ging super goed. Ik ben echt trots. Want we hebben van alles, hebben we denk ik wel een steltje gesprongen. En op het laatst hebben we nog een lijntje erbij gehaald. Een dubbel. Hoe je het wilt noemen. Ik ben echt flabbergast gewoon. Ik vind het super goed. Maar, het is één ding wat jullie niet. Abonneer op ons kanaal. En doe een duimpje omhoog. En klik dan ook gelijk, als je toch al bezig bent, op een belletje. Ik vind het belletje heel fijn. En ik ook. Dan kan je altijd op de hoogte blijven van onze video's en geen één missen. Maar waarschijnlijk weet je het al. Tot zaterdag en zondag hebben we steeds weer een nieuwe video. Dus ik zie jullie morgen weer. Doeg!